Ik vond het heerlijk. Iedere keer de eerste keer. Dus er zat geen sleur in, er zat geen sleet op. Wij deden het iedere week opnieuw met heel veel plezier. Henk Kreukniet was een begrip in de Stopera. Met zijn liedjes wist hij zelfs onze burgervader te raken. Ik heb hem wel eens zelfs tot tranen toe geroerd met mijn liedjes. Dat is zo bijzonder. Oh, dat ja. Hij naar mij zei van, dan heb ik al zo dikwijls horen zingen. Maar wat je me vanmiddag geflikt hebt, hoe doe je dat? Dat weet ik niet. Maar nu is het dus echt voorbij. De tenor is vanaf vandaag vervangen door een filmpje. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. 25 jaar geleden had ik gebarsten. En dan had ik echt me zwaar in mijn kruisgetast gevoeld, om het maar eens zo te zeggen. En nu denk ik, ja, ik kan er verder niks aan doen. Zou je niet, om het af te leren, nog één keer het volkslied te gooien willen brengen voor ons? Ja, ik ga het proberen. Ja? De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. En dan moet het toch echt gaan gebeuren. Henk Kreukniet gaat voor de eerste keer naar de ceremonie als toeschouwer.